Goedendag en welkom bij DFT-TV. De spaarrentes blijven voorlopig om te huilen. En toch hebben heel veel mensen gewoon hun geld op de bank laten staan. Terwijl je ook hoort van, nou, doe er andere dingen mee, daar kun je er nog wat aan verdienen. Wat zijn nou die alternatieven? Wat is slim en wanneer? Wat zijn de valkuilen? Bij mij in de studio, Patricia Boon. Patricia, welkom. Spaarrentes, hoeveel? Nou ja, gemiddeld tussen de 0,5 en 0,7% ongeveer. Nou, heel lang niet de moeite meer. Hè? Nee. Over wat voor alternatieven hebben we het? Nou, wat je heel veel leest en hoort is dat je je geld moet stoppen in je hypotheek. Hè? Dat je je huis moet gaan aflossen. Of waar dan nog wel rendement is te behalen, dat is op de beleggersmarkt. Dus in aandelen. Ja, en dat is de vraag van, is dat wel heel erg verstandig? Ja, want dan heb je het gelijk over risico's. En bij het aflossen van je hypotheek heb je helemaal geen spaargeld meer. Want dan zit het in stenen. Nou, dat is het inderdaad. Wat zijn de risico's met beleggen? Als je het in je huis stopt, dan stop je het inderdaad in stenen. Dan staat het niet meer op de bank. Dan heb je dus geen geld achter de hand. En dat zien we dus ook. Dat mensen die doen soms wel eens dingen met hun spaargeld, waarvan het achteraf helemaal niet verstandig was. Mensen die gingen aflossen, terwijl ze eigenlijk gewoon helemaal geen buffer hadden om de kapotte wasmachine en de autoreparatie te betalen. Dat is niet handig, maar je kan wel goed beslagen ten ijs komen. Dat is het goede nieuws. En hoe doe je dat dan? Want ja, ik heb, laten we zeggen, 20.000 euro. Ik wil daar wat mee, misschien. Hè? Want wat is er eigenlijk mis, even nog een stukje terug, met gewoon dat laten staan? Daar is helemaal niks mis mee. Dat wordt ook wel eens een beetje onderschat. Of er wordt al, je moet toch wat doen, hè? Je moet rendement behalen. Maar er is helemaal niks mis met een goede buffer. Zodat je weet dat als er wat gaat gebeuren, dat je gewoon niet in de stress schiet, maar dat je het gewoon kan betalen. Ja. Hangt natuurlijk ook helemaal vanaf waar je jezelf lekker bij voelt. Maar goed, die 20.000 euro, die heb ik. Ik wil er wat mee. Hoe begin ik? Waar je begint, dat is waar je echt goed kan beginnen, is bij het Nibud. Dat heeft een geldplan ontwikkeld in samenwerking met een aantal andere partijen. En als je die invult, dan komt er voor jou persoonlijk dus een plan uit. En bij de een zal dat plan zijn dat je nog meer buffer moet aanhouden. Dus dat je die 20.000 euro, als je die al zou hebben, dat je die beter, dat je daar 10.000 of 15.000 voor een buffer kan houden. Een ander, als hij veel meer geld heeft, zou eruit kunnen komen van, goh, los je huis af en ga zoveel beleggen. Ja, ja. Kortom, het hangt van de persoonlijke situatie af wat eruit komt. Ja, dus het kan ook zomaar zijn dat er iets uitkomt waar ik zelf nog nooit aan heb gedacht, dat voor mij slim zou kunnen zijn eventueel. Nou, dat is inderdaad waar. Ik heb met een aantal financiële planners gesproken. Die maken gebruik van deze tool, dankbaar gebruik van deze tool. Omdat er bijvoorbeeld heel vaak uitkomt dat mensen, als hun kinderen gaan studeren of als ze onverwachte uitgaven verwachten, daar houden ze dan even geen rekening mee. En ja, dan geven ze het geld dus uit. Of ze gaan beleggen of ze stoppen het in hun huis. Kunnen ze er niet meer bij komen. Dus deze tool zet je ook aan het denken van, dit is beter in deze situatie. Ja, klinkt superhandig. Het is natuurlijk te kort om in deze video alle mogelijke scenario's te behandelen. En daarom ga je er nog wat verder op in de krant. Hè? Precies. Dankjewel, Patricia Boon. Dat was het voor nu, DFT-TV. Lees de krant dus van deze zaterdag. Bedankt voor het kijken en tot snel. Dag.